een staltour doen. Veel kijkplezier en als je nieuwsgierig bent, blijf zeker kijken. Zo, we gaan nu beginnen. Als je naar rechts loopt, staan er alle paden. We laten de uitvaart niet zien. Dit is Justine. En niet ineens als je die in de volgende video hebt gezien. Dan gaan we verder. Hier staat Picasso, alleen die is er niet. En dat is Cookie. En dat is Cookie. En Cookie is weg. Dan staat tegenover Picasso en Justine de zadelkamer. Jonge aan zadels. Sportcellen. Zadel. En voetcellen. En dan komt het verder. Nou, links. Kom maar. Dit is Fonna. Dat is natuurlijk tegenover een uitstap, maar die laten we niet zien. Lopen vader. Ik krijg weer Barney! Ik vind hem eerlijk gezegd niet zo leuk, maar de meeste kinderen wel. En hij hobbelt heel erg. Ik vind hem heel erg. Goed, dan gaan we nu door. We gaan nu naar buiten. Dit is wat ik heel veel de bitter voor de paarden afspelen. Van hier als grootbak. En dat meet Barney ook. Dat weet hij zo goed als maar wat. Ha, Barney! Ja. Buiten kunnen we helaas niet heel veel filmen omdat daar heel veel uitgepaard staan. Maar er staat wel een manege daar. Stop. Sarah. Dat zijn dikke paddocks. Nu hebben jullie het overzicht gehad van de paddocks. We gaan nu weer naar binnen. Dat is dat hier een kamer waar deze buiten zit. Net zoals Maatje. Maatje is niet ingehaald. Het is daar nog eens vast. Ja, niet helemaal zo'n meneertje. Maar vooraan weet ik het als het niet. Ik wel. Het is een Arabier. Wacht. Ja. Wat staat hier in Rees? Ik ben heel nieuwsgierig naar jongere pony. Maar ze is heel erg lief. Alleen ze kan alleen rijden met z'n dat ze een singelwondje heeft. En ze is 5 jaar. Er staat hier een beetje iets voor buiten. Er staat nog heel veel uitgezet. Dan staat hier Billy, die staat op buiten. Of op buitenrek. Maar die kunnen we sowieso niet laten zien. Dit staat Stewie, maar die laten we jullie niet zien, want die is eigen. En dit is Macho. Er staat hiernaast Amir. Amir is een baby paardje. Ik heb hem ook wedstrijd gereden. Dan moeten we een eindje lopen om bij de andere pony te komen. Zoals jullie weten van de vorige video. Hiernaast staat eigenlijk ook Unit, maar Unit is op buitenrit. En dit is Alianna, mijn lievelingspaard. Zoals in de voorstelvideo. Want dat hiernaast staat de voren. Hij is een ambitieuze. Ik heb hem vorige keer gaan kleden, hij is CDA vlieg. Maar op buiten. Dan zien jullie daar voor de mesthoop. Daar halen ze het kuil en het hooi. En daar is de loods. De loods laten we jullie niet zien, want daar staan alleen maar eigen paarden in. We gaan nu verder naar de stapmolen.
1. Hier zijn allemaal kluisjes waar mensen hun eigen spullen in hebben. Dit is de slaapmolen. Dat is hier de slaapmolen. Dan gaan we nu naar de kantine. Abonneer op het kanaal en reageer onder deze video. Doei!